Hier stond een van de auto's die vannacht in vlammen opging. Een buurtbewoner maakte nog wel een filmpje voor de verzekering. Het is niet voor het eerst dat het misgaat in de wijk. Maar erover praten durven de bewoners al lang niet meer. Ik heb hier tientallen buurtbewoners gesproken, maar niemand durft voor camera te reageren. Puur uit angst voor een groep jongeren die de buurt hier terroriseert. De buurtbewoners vertelden me wel dat ingegooide ramen en vernielingen aan auto's aan de orde van de dag zijn hier. Zo sprak ik één mevrouw, die is al aan haar derde auto toe, want haar andere twee auto's zijn compleet vernield. De enige die wel wat tegen ons durfde te zeggen, komt niet uit de wijk. Mijn dochter woont hier in de buurt en die heeft de auto hier staan. Die kom ik ophalen en die zet ik bij mij bij het huis. Ja. Geen risico, die gaat niet in de fik. Ik ga geen risico nemen, nee. De burgemeester wint er geen doekjes om en wijst direct naar een groep van 60 à 70 Marokkaanse jongeren die de boel al langer terroriseren. Voor hem is de maat vol. En ik ben er dus helemaal klaar mee. De politie zal massaal aanwezig zijn vanavond. Ik heb een samenscholingsverbod heb ik afgekondigd. Camera's worden er neergezet. En kortom, het moet zo snel mogelijk weer rustig worden in de wijk. En de macht ligt niet op straat, maar die is in handen van de politie en toezichthouders.